De regering zal de COVID-maatregelen weer aanscherpen als blijkt dat er een stijging van 25 positieve gevallen per dag wordt geregistreerd. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan in zijn toespraak. De regering heeft enkele COVID-maatregelen versoepeld, waaronder het aanpassen van de avondklok. Deze geldt nu vanaf 10 uur 's avonds tot en met 5 uur in de ochtend. Het staatshoofd zegt dat enkele maatregelen versoepeld zijn, omdat de situatie landelijk goed onder controle is. Integrale aanpak van de COVID-19-pandemie in Suriname werkt. De cijfers staven dat. We zien een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apura, Kwamalasamutu en Saramaka, zijn thans onder controle. Landgenoten, het gaat de goede kant op. Maar we zijn er nog lang niet. Blijft u dus waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden. Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe gevallen per dag. Wij hopen dat dit beeld zich de komende 7 tot 10 dagen voortzet. Santokhi haalt verder aan dat de sneltesten volgende week in ons land arriveren. Het gaat in deze om een geste van PAHO, WHO. Deze testen bieden binnen een half uur resultaat. Deze nieuwe testen zullen gebruikt worden door de ziekenhuizen als sneltesten in alle CITO-gevallen. Maar ook op de verschillende testsites in stad, district en binnenland. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens zijn toespraak. Het staatshoofd voelt zich verzekerd dat we als natie de pandemie te boven zullen komen.